De biezenstekker door Cyril Buyssen. Als Claude Dien zaterdagnamiddag om 4 uur juist de zware hekken van het Gentsgevang zag opengaan en eensklaps na een tiental schreden weer in vrijheid was, trok hij haastig door het daglicht verblind en reeds aan eenzaamheid en duisternis gewend de brede kassei dwars over en verdiepte zich in de kronkelende hovingen die daar, aan de overzijde van het stadsgevang, de ganse lengte der eenzame regelrechte laan begrenzen. Het was een grote, kloeke kerel van rond de 45, met grijzende knevel en haren, met forsig afgetekende wezenstrekken, met stijve, onheilspellende oogopslag. 4 maanden was hij daar opgesloten geweest. Een messteek, in een gevecht aan een makker toegebracht, had de vervolging van de wet op hem getrokken. Een ogenblik had hij gehoopt op vrijspraak, maar een gebuur, Rosse Tjeef, had bezwaren tegen hem getuigd en hij was uiteindelijk veroordeeld geworden. Dat was nu ook de 4e maal dat hij in het gevangen had gezeten, telkens voor vechten. Somber, zonder de minste zweem van vreugd op het gelaat, stapte hij steeds rasser en met hoge schouders in de mistige winterlucht vooruit. Hij droeg een klein, in een rood zakdoek omwonden pakje aan de linkerhand. In de rechter hield hij zijn gaanstok. Hij had een donkerkleurige broek aan, grove schoenen met nagels, een blauwe kiel, een zwarte pet. Aan het uiteinde van de hovingen gekomen, draaide hij linksom en sloeg doorheen de woelende en reeds verlichte voorstad de eenzame steenweg naar Wilde in. Gedurende een groot half uur ging hij aldus met wijde tred vooruit. De avond was van lieverlede gans gevallen en langsheen de pijlrechte met bomen omzoomde baan die hij thans door het veld volgde, blonken hier en daar op grote afstanden eenzame lichten. Voor een dezer hield hij stil. Daar stond, terzijde van de weg, een klein landelijk herbergje. Zonder aarzelen, als vanzelf, trok hij er binnen. Een druppel, bestelde hij kortaf, zijn 5-centstuk klinkend op de toog werpend. En terwijl een jong meisje spoedig rechtgestaan hem bediende, keek hij schuins met zijn vorsende blik naar het vergaderd gezelschap. 3 mannen en een vrouw, die op stoelen rond een tafeltje gezeten met de kaart speelden. Hij ledigde zijn glas in 1 teug, mompelde iets binnensmonds als groet, opende de voordeur en vertrok. En eerst toen hij 10 schreden ver was, dacht hij aan de datum der maand en dat die lieden, allicht in familie, 3 Koningenavond vierden. Deze gedachte, die hem schielijk zijn eigen gezin voor ogen toverde, ontrukte hem een doffe vloek en deed opnieuw, terwijl hij nog de stap verdapperde, een vruchteloos verjaagde foltering in hem opwellen. Gedurende de 3 jongste maanden had zijn vrouw hem in het gevangen niet 1 maal meer bezocht. Waarom? Dat wist hij niet. Hij had toen schrijven, geen antwoord ontvangen. Hij had haar andere bezoekers van zijn dorp, welke hij kende, naar haar gevraagd. En deze hadden hem ontwijkend en met een zonderlinge glimlach, scheen het hem, gezegd dat het er goed, heel goed, mee ging. Wat school daarachter? Wat was zulks te beduiden? Lang had hij alle mogelijke oorzaken nauwkeurig onderzocht. Hij kon tot geen besluit geraken. Maar eens was hem, als een schicht, een argwaan door het brein gevlogen. Zou ze misschien, in zijn afwezigheid, met een ander... Oh, hij dorst zijn veronderstelling niet voltooien. Zo vreselijk voelde hij dan zijn hart van wraaklust kloppen. Zo hels vlamden zijn ogen. Zo fors krompen zijn handen als klauwen ineen. Wat ervan was, zou hij uiteindelijk weten. Voor 1,5 uur was hij thuis. Voor 1,5 uur zou hij horen en zien, en rasser nog, en rasser, als hadden hij de ruimte willen verslinden, stapte hij door. Hij kwam in een klein dorpje, Keuze. Gejoel en zang weer klonken in de huizen. Een geur van versgebakken pannenkoeken walmde bij tussenpozen in de koude lucht en langs de donkere, bochtige straatjes gingen arme kinderen, van deur tot deur, met fijne stemmetjes hun liedje zingen. Het is vanavond 3 Koningenavond en het is morgen 3 Koningendag. Somber stapte Kloet steeds voort. Die vreugd vergramde hem. Die fijne reuk van vers gebak, waarvan hij zijn deel niet zou hebben, folterde zijn maag van uitgehongerde gevangenen en, aan een omkeer van het dorpje, op het ogenblik van de kassei te verlaten om de landweg door de velden in te slaan, hield hij wederom stil en trad nogmaals, als werktuigelijk, de deur van de aldaar gevestigde herberg binnen. Een druppel. Evenals in de eerste afspanning wierp hij zijn muntje klinkend op de toog en werd hij door de vrouw, die haar kaartspel had gestaakt, met ontzagvolle beleefdheid gediend. De drank ditmaal bracht hem een warmte aan het hart en, in stede van zijn ledig glas terug te zetten, keek hij strak naar de fles en zei,
Na een korte aarzeling, de hand vooruitgestoken, schenk nog eens vol. Ze schonk. Hij ledigde zijn glas, betaalde en vertrok. Thans was hij volop in het vlakke veld. De aardeweg, zeer modderig en somber, met grachten en bomen omzoomd, liep kronkelend door de landouwen. Hier en daar een haag, een steil, de balie van een hofgat. Somtijds, wat er zeide, de onbepaalde silhouet ener hoeve, met fijne, als het ware door de geslotene blinden barstende streepjes licht. Nu en dan, op de weinig bevolkte gehuchten, wat gejoel van viering in de arme huisjes, wat reuk van vet en van gebak in de lucht, en steeds de kleine kinderen die voor de deurtjes in de killige winteravond stilte zongen. Het is vanavond drie koningenavond, en het is morgen drie koningendag. In het kapelletje, ditmaal aarzelde Kloet niet meer. Hij stapte rechtstreeks binnen en dronk twee druppels aan de toog. Fijne Genever, hè? Pochte de waardin. Hij gaf geen antwoord, maar bekeek haar strak. Hij was slechts een klein half uur van Wildemeer, en het woord lag hem op de lippen om iets over zijn huisgezin te vragen. Hij deed het niet. Hij wierp 10 centen op tafel en verdween. Het sloeg juist 7 op de toren toen hij aan de eerste huizen van Wilde kwam. Hij nam een zijdewegel en langs het beekje heen, de omtrek van het ganse dorp makend, geraakte hij aan het straatje waar hij woonde. Met zware tred stapte hij de stronkelige, iets wat klimmende kassei op. Dan zat hij geen kou meer. Het vuur dat hem eerst het hart verwarmde, brandde nu ook in zijn hoofd en gloeide op zijn wangen. Hij voelde zich krachtig, moedig, vastberaden. Een soort van glimlach zweefde op zijn ruw gelaat. Een ogenblik kromp hij de vuist ineen en kwam er een belediging op zijn lippen. Hij trok het huis van Rosse Tjeef, de verklikker, de vijand, voorbij. Maar die herinnering duurde niet lang. Voor het derde deurgat in een reeks alle gelijke huisjes hield hij stil, hief ruw de klink op en was in zijn woning. In één oogwenk stond hij midden in de keuken, de blik gevestigd op zijn vrouw. Zij zat omringd van alle 4 haar kinderen aan tafel, voor het avondmaal. Het licht van de lamp viel haar vlak in het aangezicht en zat juist uit de grote aarden paptijl haar eerste lepel pap geschud, toen hij van achter het schutsel kwam. Ze verwachtte hem niet. Ze meende dat hij, zoals het zijn straf vermeldde, nog ruim een maand moest wegblijven. En stom, als hadden zij ineens de spraak verloren, bleek, als ging ze sterven, staarde ze hem verwilderd aan, werktuiglijk de lepel in de kom terugleggend. Wel, waarom zijt ge sinds 3 maanden niet meer gekomen? Was hij op het punt haar te vragen. Maar schielijk, een stap naderend, zag hij haar met verschrikkelijke ogen aan. Sta eens recht, sprak hij haastig, met verkropte stem. Een hevig rood had haar kaaksbeenderen gekleurd en op dit onverwacht bevel scheen ze heel gans het hoofd te verliezen. Ze maakte een beweging op haar stoel, maar stond niet op. De kleine, gapend en verschrikt, staarden bewegingloos hun ouders aan. Wel, zijt ge doof? Riep Kloet met nog vervaarlijker gelaat en eensklaps rond de tafel gaande kwam hij zelf tot haar. Als onder een zweepslag sprong ze recht. O, doe me toch geen leed, kreet ze, bevend de handen uitstrekkend. Kloet, versteend, was blijven staan, het oog als zinneloos op haar buik gevestigd. Die buik was zwaar en rond, vooruitgestoken. Wie heeft dat gedaan? Vroeg hij. Zijn stem klonk niet luid, niet onnatuurlijk en met de hand de buik aanwijzend was hij opnieuw een stap vooruitgetreden. Het scheen als wilde zij iets zeggen, doch de woorden verkropten haar in de keel. Ze zwolg met moeite haar speeksel in en bleef voortdurend, roerloos en met een onuitsprekelijke angst op het gelaat haar man aanstaren. Ik vraag u wie zulks gedaan heeft, herhaalde hij luider, met een soort hardnekkigheid ieder woord afkappend en als onbewust steeds naderkomend. Hijgend en onveranderlijk zag zij hem nog, gedurende de tijd een seconde aan, en wat er toen gebeurde ging met de vlugheid van het weerlicht. O, genonde milledju, schreeuwde hij eensklaps, en terzelfde tijd, terwijl zijn gaanstok en zijn pakje kletsend tegen de muur aanvlogen, kreeg ze zijn vuist vlak in haar aangezicht, stuikte ze huilend achterover en sprong hij vloekend en tierend met handen en voeten op haar. Met de linkerhand had hij haar bij de keel gevat, als om haar te verwurgen. Met de andere gesloten vuist sloeg hij haar gestadig, uit al zijn machtend aangezind, en met de knieën onder de welke hij haar in de grond gedrukt hield, stampte en schokte hij haar de buik ineen, zoals de slachters doen met een gekeeld zwijn. Wie heeft dat gedaan, Ondeju? Huilde en herhuilde hij woedend. En zonder haar zelfs de tijd te laten van te antwoorden, sloeg en sloeg hij voort, om dood. Ogenblikkelijk was hij overvloedig beginnen bloeden, en
en zonder de minste poging om zich te verdedigen, vermengde zij enkel in de razende vermaledijdingen van Kloet en het verschrikt geschrei der wegvluchte kinderen een akelig en aanhoudend gehuil, een oei 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 van schier onmenselijke smart, het onnoemelijk gekreet van het geslachte dier dat met zijn bloed zijn leven voelt heenvlieden. Eensklaps vloog de deur open en Rosetjeef, de gebuur, gevolgd van 3 of 4 anderen, ijlden binnen. O, help toch, moeder, trek ze hem toch af, snikte smekend het oudste meisje. Kloet, Kloet, riep verwilderd Rosetjeef, en met een soort van weerzin, nog door de anderen voortgeduwd, vatte hij de vechter bij de arm. Noodlottige beweging. Kloet keerde zich om, erkende zijn vijand, sprong recht en zijn aard van vrede vechter kwam eensklaps met ontembaar geweld tevoorschijn. Hij nam het broodmes van de tafel, zwaaide het glinsterend in de lucht, sprong toe en Rosetjeef stortte met een straal dampend bloed uit de mond op de vloer achterover. Op dit ogenblik greep er een worsteling aan de voordeur plaats. Het toegestroomde volk werd hevig verdrongen en 2 gendarmen in uniform met het geweer op de schouder kwamen binnengestormd. In een oogwenk hadden ze Kloet, schielijk stom en roerloos, ontwapend, geboeid en gevangen meegenomen. Allee, spoedig om priester en dokter en alle mannen uit hun huizen, riep op gebiedende toon de oudste der 2. Joelend, in een getrappel van voeten, verdrong zich het volk. De kinderen schreiden steeds vervaarlijker en de moeder, haast naast een haard achterovergevallen, herhaalde onophoudelijk haar akelig gehuil, haar oei 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 van stervend dier. 2 mannen hadden Rosetjeef onder de schouders opgetild. Hij was niet dood. Vooruit, schelm, sprak de brigadier. Kloet tussen de 2 gendarmen werd buiten gestampt. De brigadier hield het nog bloedend broodmes in de hand. Met vaste rassen tred en door een steeds aangroeiend gepeupel gevolgd, trokken ze naar het dorpsgevang. Dit bevond zich op de koer van het gemeentehuis. De zware ingangspoort stond reeds open. Met geweld werd ze achter de 2 gendarmen met hun gevangenen en enkele nieuwsgierigen weer toegegrendeld. De uitgesloten menigte liet een gejoel van opstand en misnoegdheid horen. Haastig, zonder een woord, openden de gendarmen de ijzeren deur en na de deur het hek met ijzeren staven. Ze deden de gevangenen de boeien af. Ijdelt uw zakken uit, beval de brigadier. Kloet, gebogen en als het ware verkleind, haalde een luikermes, een tabakzak en 9 enkele centen tevoorschijn. De brigadier nam deze voorwerpen in zijn bezit en overtastte dan nog zelf de zakken van de moordenaar die hij omkeerde. Toen wendde hij zich om. Het ijzeren hek werd weer gesloten, de ijzeren deur gegrendeld en in het somber hok, achter de dikke zwarte staven, bleef Kloet als een wild beest alleen. Buiten, achter de hoge, zware ingangspoort, weer klonk opnieuw het woest, opstandig gejoel van het toegestroomde volk. Ditmaal, en hoewel Rosetjeef niet dodelijk gewond was, werd Kloet tot 5-jarige gevangenzitting veroordeeld. En toen hij na de tijdverloop, evenals de jongste maal, op een koude winteravond in zijn huis terugkwam, vond hij naast zijn vrouw en kinderen een onbekend 5-jarig knaapje aan de avondtafel zitten. Het kind dat zij 4 maanden na zijn misdaad op de wereld had gebracht. Hij vroeg niet wie dat knaapje was en viel nu ook niet woedend als een dier op zijn vrouw. Hij gaf geen antwoord op de schuwe welkomgroeten van zijn huisgezin. Hij zag zelfs niemand aan, maar na zijn pakje op het schouwbord en zijn gaanstok in de hoek achter het schutsel geplaatst hebben, nam hij de paptuil van de tafel, ging ermee voor de haard zitten, plaatste ze daar op zijn knieën en begon uitgehongerd te eten. Hij was vergrijsd, verouderd. De vrouw en de kinderen, roerloos en bleek, keken tersluips in de flauwe schemering van het lampje naar zijn brede rug en zijn dikke schouders. En in het doodstil met schrik bevangene keukentje hoorde men enkel nog het regelmatig slokken zijner lippen en het geborrel van de druppeltjes pap, die na elke schep in de paptijl terugvielen. Toen hij gegeten had, stond hij gebogen recht en trok steeds sprakeloos in het nachtvertrek. Toen zijn vrouw, bevend, hem na een 30 minuten daar vervoegde om, zoals eertijds, zijn rustplaats te delen, liet hij enkel dit ruw, met kalme vastberadenheid geuite woord horen. Hieruit, nonnetje. En aldus, van stonden af, richtte hij opnieuw zijn leven in. Hij at, hij sliep, alleen. Nooit stuurde hij iemand van zijn huisgezin het woord toe en gans de dag, te fier om te gaan schooien of te stelen, vroeg hij met de hardnekkigheid van een vroeddier op zijn land, waaraan hij alleen het bestaan wilde verschuldigd zijn. Deze onverwachte en zonderlinge handelwijze had aldra op zijn vrouw een diepe indruk gemaakt. Slordig en somtijds aan een drank verslaafd, had zij reeds in de graad van zedelijke daling tot welke ze gekomen was,
tevens de verzuiming harer plichten en zijn vreselijke wraak vergeten en, alhoewel ze zich stellig bij zijn terugkomst aan nieuwe mishandelingen verwachtte, toch dacht ze dat men door elkaar goed te verstaan nog in vrede zou kunnen leven. Kloets kalme, maar onoverwinbare hardnekkigheid had aldra deze hoop verijdeld. En zulke toestand, onheilspellender voor haar dan de losbarsting zijner woede, deed haar in een staat van bestendige onrust verkeren. Beurtelings, maar te vergeefs, had zij alle mogelijke middels van verzoening aangewend. Nog het door de kinderen ergens geschooide vlees bij het dagelijks zo mager eten, nog de liters bier en jenever des avonds, nog de steeds welgevulde tabakspot, niets had de oude vechter uit zijn staat van sombere teruggetrokkenheid kunnen doen komen. Vrouw Kloet begreep tenslotte dat alles vruchteloos zou blijven, en toen, van lieverlede, keerde haar schrik, in haat veranderd, zich tot de aanhoudende oorzaak van de oneenigheid, tot het schuldeloze kind der zonde, dat ze reeds niet leiden kon, tot het arme Julke om. Zulks begon voorgoed op één avond. Vrouw Kloet en haar kinderen nuttigden het avondmaal rondom de tafel. Kloet, eenzaam en afgetrokken, zat als naar gewoonte in de hoek van de haard. Sinds enige stonden bekeek vrouw Kloet haar jongste kind met bars gelaat. Haar kaakspeenderen blonken, een zonderlinge vlam schitterde in haar stijve ogen, ze was dronken. En eensklaps, losbarstend, sloeg ze hevig met de vuist op de tafel. Wilt ge verdomme ophouden van zo in de tijl te zeveren? Riep ze de kleine dreigend toe. Verschrikt wipten de kinderen allen op en staakten ze het eten. Niemand had iets misdaan, en de onthutste verwondering van het jongste knaapje was zo groot, dat ze onschuldig naar de andere keek om te zien wie er bekeven werd. Kloet, in zijn hoek, had nauwelijks eens opgekeken en was haar beginnen te eten. Toch, die blik was aan zijn vrouw niet ontsnapt en, als in een weerlicht, had ze er een zwijgende goedkeuring ingelezen. Er heerste een ogenblik van volkomen en bevangen stilte. Kom al hier, sakkerdju, riep zij eensklaps tot de kleine. Julke, als versteend, bleef zitten. De anderen, gapend, keken. En in het nog verstilde keukentje hoorde men niets meer dan het luider geworden tik-tak van de horloge en het slokken van Kloets lippen in de houten lepel. Wilt ge verdomme komen? Herhaalde ze huilend en halfrecht staand. Een beweging op zijn stoeltje, het gerucht van kleine klompjes op de vloer, en het kwam, het stond voor haar. Neem, goddomme! En zonder reden, ditmaal zonder zelfs geveinsde reden, sloeg zij haar hand vol in het aangezichtje. Het begon niet onmiddellijk te schreien. Het viel half achterover, zijdelings tegen de tafel en bekeek verdedigingshalve de handjes uitstekend met een uitdrukking van onuitsprekelijke schrik zijn moeder. Het scheen bijna niet te begrijpen wat er met hem gebeurde en eerst, op een nieuw dreigend gebaar zijn moeder, vluchtte het vervaarlijk huilend weg en ging zich bevend en snikkend in de verste hoek van het keukentje verschuilen. De andere kinderen, stom van angst, zagen steeds roerloos en met wijd opengespalkte ogen toe, terwijl Kloet, gebogen in de hoek, met nog vergrote onverschilligheid zijn afzonderlijke papkom ledigde. Tot dustoe had het arme kleintje, weliswaar aan geen moederlijke liefkozingen gewend, doch ook door niemand erg verstoten, schier gelukkig geleefd. Het was een bleek, blondharig knaapje met lichtblauwe oogjes en schier onafgetekende wenkbrauwen, volkomen verschillend van al Kloets andere kinderen, die kersrood van wangen en gitzwart van haarbos waren. Langzaam, pijnlijk was het opgegroeid. Op 2-jarige ouderdom wist men nog niet of het alleen zou kunnen lopen. Het was wel, onder uiterlijk opzicht, het verworpelingetje der natuur, het kind der zonde, zoals men deze zich soms voorstelt. En de dorpelingen, steeds bereid om bijnamen te geven, hadden hem met een woord dat door te wilde al de overige omvat herdoopt. Zij noemden hem de biezenstekker. Het is te zeggen, het arm, misvormd en ondergebleven kind van een onbekende vader. Bij de dieren, als er zo een avorton voorkomt, wordt deze gewoonlijk in stede van verdedigd door de kloekere individu's van het ras mishandeld en verdrukt. Omtrent hetzelfde greep hier met het kleintje plaats. De moeder, meer en meer aan drank verslaafd en door de onverschillige, medeplichtige houding van Kloet aangemoedigd, werd alle dagen bozer en onmenselijker. De oudere broers en zusters, natuurlijk vreed van aard, gelijk schier alle onbeschaafde kinderen, vonden in het voorbeeld van hun ouders een al te schone gelegenheid om hun broertje onophoudelijk en ongestraft te tergen. Op korte tijd werd het leven een hel voor het knaapje. Eerst mocht het met de anderen aan de tafel niet meer zitten. Zwijnen eten na de mensen, zei vrouw Kloet. En het kreeg alleen de slechte, koude overschotten. Zijn kleren hingen in flarden, ze werden niet vernieuwd.
De broers en zusters gingen naar de school en kregen zondag centen. Hij niet. En op zekere morgen duwde zijn moeder hem een korfje in de hand en zei: "Gaat en verdient uw kost, ik wil geen luiaards meer kweken." Het was toen 5 jaar oud. Het wist zelfs niet het arme kleintje hoe het doen moest om te schooien. Het dwaalde de ganse dag rond in het veld en s'avonds uitgehongerd kwam het met enkele ergens uitgetrokken worteltjes en rapen thuis. "Hoe? Is dat alles wat men u gegeven heeft?" riep de ontaarde moeder woedend. En een wortel bij het groen vastnemend sloeg ze hem die vloekend in het aangezicht. Het leerde schooien. Het leerde langs de straten van het dorp met zijn korfje aan de arm van huis tot huis rondgaan. In de eerste kreeg het weinig. Het was te klein om aan de bellen te geraken. Het klopte zachtjes, met de vuistjes, op de zware deuren. "Wat wilt ge, ventje?" "Weet het niet." Het stond en draalde. "Boterham?" "Ja." "Hoe heet ge?" "Julke." "Julke wie?" Het gaf geen antwoord. "Julke Kloet?" "Nee, nee." "Hoe dan?" "Julke Biezenstekker." Men had hem al zo zijn naam leren zeggen, en toen het een dorpeling in het laag vermaak gegeven had die door hemzelf te horen uitspreken, kreeg het zijn boterham. Kloet, nochtans, veranderde van houding noch gedragslijn niet, bleef steeds de ruwe, ongezellige bruut, de vijand en de schrik zijn huisgezins. Vruchteloos had zijn vrouw opnieuw beproefd hem te doen spreken. Al starrig in zijn dreigende pruiling verdiept, gaf hij geen antwoord, scheen hij zich niets van zijn huisgezin aan te trekken, affecteerde daar enkel nog te zijn om te eten en te slapen. En werkelijk, men zag hem anders niet dan gebogen over zijn tijl in de hoek van de haard met de rug naar de anderen. Die stelselmatige handelwijze exaspereerde zijn vrouw. Na hem tot een zeker punt overhaald te hebben, voelde ze zich eensklaps door een onbekende hinderpaal gedwarsboomd en in haar ergernis vermengde zich van lieverlede een soort van drift, de aangroeiende dierlijke begeerte van die man die ze bemind had en bedrogen terug te bezitten. Toen verergerde nog het lijden van het kleintje. Ze voelde ondanks alles dat deze vervolgingen aan Kloet behaagden, dat ze zich daardoor van hem vernaderde en gestadig na elke mishandeling zag zij de ruwe vechter in de ogen aan om op zijn aangezicht zijn goedkeuring en het ogenblik van de verzoening te bespieden. Nutteloze pogingen. Kloet, steeds onveranderlijk, bleef als een veeleisend afgod zitten in de hoek van zijn haard, scheen nog te horen, nog te zien, maar woonde onverschillig alles bij, alsof hij naar iets wachtte. In het midden zijner ellende nochtans had Julken een vriend gevonden, die hem hielp en hem beminde. Rosse Tjeef, de gebuur, de vijand van Kloet. Hij woonde, weduwenaar met 3 kinderen, aan de omdraai van het straatje, in een klein huisje dat alleen stond en soms op het uur van de middag en van avondmalen, als het verdrukte knaapje daar voorbij gedrenteld kwam, riep hij het heimelijk binnen. Het was een groot struisman, met geelros haar, met gele sproeten vol het aangezicht en grote blauwe glimlachende ogen. Vroeger, terwijl Kloet in het gevangen zat en nauwelijks genezen van zijn messteek, kwam hij soms, dus avonds, in het huis van zijn moeder. Sedert Kloets terugkomst was hij achtergebleven. Julke vond daar de zorgen en de liefde die hem thuis zo zeer ontbraken. Het kreeg er goed, warm eten en ook al enige centen soms, des zondags. De kinderen deden hem geen kwaad en Rosse Tjeef, die hem vaak strelend op de knieën nam, zei dat het hem mocht vader heten, gelijk de anderen. Dit alles gebeurde met grote omzichtigheid om de aandacht van de Kloets, de vijanden, niet op te wekken. Op zekere avond zat Julke in de verste en somberste hoek van het keukentje naast Siske op de vloer. Siske, dat was het glad zwart hondje met zijn wakkere oogjes en zijn staartje in trompet, onlangs door Jan, Kloets oudste zoon, van een boerenhof meegebracht. Beiden, hond en knaap, kenden en beminden reeds elkaar en die avond had Julke heimelijk een van Rosse Tjeef gekregen 5-cent-stuk tevoorschijn gehaald en vermaakte zich in volle stilte, in volle eenzaamheid, met het hondje ernaar te doen happen en springen. Vrouw Kloet, met haar eten bezig, gaf voor het ogenblik geen aandacht op de kleine. Kloet en de andere kinderen waren nog niet thuis. Maar eensklaps gaat de voordeur open en Kloet, met de spade op de schouder, stapt lomp binnen. Julke hield juist het 5-cent-stuk omhoog en door de intrede van Kloet, die hem steeds een geheime schrik inboezemde, verstrooid, verloor het gedurende een seconde Siske uit het oog. Noodlottige stond. Siske, dievenvlug, knapte het muntstuk vast, liet het klinkend op de vloer neervallen, sprong erop met zijn beide voorpootjes. Kloet en zijn vrouw, alle twee, keken om. "Wat is dat?" vroeg de laatste, hatend, en schielijk toesnellend raapte zij het 5-cent-stuk op. "Van wie hebt je dit gekregen?"
Gilke wist dat het zulk zorgvuldig zwijgen moest. Roze Chief herhaalde het hem elke dag en zonder bepaald te begrijpen waarom, voelde het er ook wel de noodwendigheid van. Het had zichzelf tot dusver nog nooit verraden, maar op dat ogenblik, door die dreigende en hatende op hem gevestigde blikken ontsteld, keek het onthutst en bevend op, werd gans bleek, vergat zijn verbod en zei vol bange naïefheid: Van vader? Vrouw Kloet, verbaasd en niet begrijpend, aanstaarde haar man. Kloet, beweegloos met de spade op de schouder, keek naar Julke. Van wie, zegt ge? Hij vroeg met ruwe stem de vrouw. Julke, van langzaam meer onthutst en te onbehendig om nog zijn eerste gezegde te verbeteren, opende wijd zijn blauwe oogjes en zei, enkel de woorden wijzigend, van Rosse Chief. De moeder, als had ze een kaakslag in het aangezicht gekregen, wipte achteruit en Kloet, het gelaat veranderd, stapte toe. Van wie? Vroeg hij op zijn beurt, eensklaps een maandenlang stilzwijgend brekend. Van Rosse Chief, hernam de kleine bevend. Kloet, versteend, aanstaarde meer en meer de kleine, bekeek zijn haar, zijn ogen, één voor één, met klimmende ontsteltenis de trekken van zijn aangezichtje te ontleden. Een ogenblik drukkende stilte heerste. De moeder, achteruit gedeinst, hield bleek, met wijd opengespalkte ogen, de beide vuisten voor de mond. En schielijk keerde Kloet zich tot haar om. Wiens kind is dat? Vroeg hij. Ze gaf geen antwoord. Maar nog bleker, met nog wijder uitgespalkte ogen, deinsde ze voortdurend achteruit. Wiens kind is dat? Raasde hij dof, met dichtgesloten tanden ieder woord afkappend en met de rechterhand die de spade niet vasthield, ruw haar vuisten van voor haar mond wegtrekkend. Ze roerde niet, ze sprak geen woord. Wie is dat, nom de Dieu? Huilde hij eensklaps uitzinnig, haar bij de keel vastgrijpend en haar tegen de muur duwend. Rosse Chaves? Hij had haar het woord, om zo te zeggen, uit de keel geduwd. Het was haar ontsnapt, werktuiglijk, instinctmatig, om niet te versmachten. Hij liet haar los en zag haar aan, verbaasd, verstomd, moedwillig ongelovig bij het aan horen dier bekentenis die hij geprovoceerd had en waarvan hij de slag verwachtte. En ineens, zonder een woord, vloog, evenals eertijds zijn gaanstok en zijn pakje, zijn spade op de vloer en sprong hij gelijk een wild beest op zijn vrouw. Ditmaal zou het allicht om dood zijn. Zij was langs de muurweg zijdelings achterovergevallen, dwars op een stoel die krakend achteruit vloog. Thans sloeg hij niet, hij neep en duwde, bij de keel, bij de boezem, in de lenden. Aan de buik nam hij het vlees met volle grepen vast en duwde, trok en stampte, als om het haar van het lijf te scheuren. En opnieuw wendde zij niet de minste poging tot verwering aan. Opnieuw uitte zij enkel, in het midden der vermaledijdingen van Kloet, het afgrijselijk geschreeuw van Julke, niets dan haar schier onmenselijk gehuil, haar oei, 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 oei van stervend dier, waarin zij zich nu, door de vlijmende pijn ontrukt, soms scherpere, oorverscheurende kreten vermengde. Eensklaps sprong Kloet, aan het toppunt der woede gestegen recht en vatte zijn spade in de hand. Hij ging zijn vrouw vermoorden. Reeds hield hij het wapen in de beide handen opgeheven, reeds raakte het koud blinkend staal haar keel toen een vervaarlijk visioen, de herinnering van zijn 5 jongste jaren folteringen in het gevangen, hem voor de geest vrees en met een bovennatuurlijke kracht zijn arm weerhield. Vloekend gooide hij de spade ver weg, vloekend wrong hij zijn vrouw een laatste maal de keel toe en dan zich omkerend sprong hij naar de deur, trok die hevig open en verdween. 8 dagen bleef hij weg, 8 dagen gedurende terwijl niemand hem zag, nog van hem hoorde spreken. En toen hij na dit tijdverloop terugkwam, ging hij wederom naar zijn hoek, zette er zich, zonder een woord, gelijk een dier, te eten en hetzelfde leven als van vroeger herbegon. De weken, de maanden verliepen. Een benauwende drukking, een gevoel van diepe haat en van oneenigheid hing over het huisgezin. 'S nachts, na het vreselijk toneel welke het had bijgewoond, was Sjoelke in stuipen gevallen. En sedertien, verzwakt en ziek, verliet het huis niet meer. Het was, om zo te zeggen, doorschijnend van magerheid geworden. Het at bijna niet meer, en van tijd tot tijd kreeg het zijn kwaal terug. Het waren vreselijke aanvallen, die hem ineens overweldigden en midden de welke het soms schreiend recht sprong en verwilderd, met bevende handjes, met draaiende oogjes, met vervaarlijk gewrongen gezichtje voor zijn ouders of zijn broertjes stond, en smekend om hem toch zozeer niet te mishandelen, hem toch niet zo te doden. Waar zijn hart scheurend smeken werd zelfs niet aan hoort, en toen de crisis over was, viel het wederom, dieper dan ooit, in zijn staat van wanhopige verlatenheid.
Als dan in dat gefolterd hartje groeide allengs een uiterste drift, een laatste genegenheid op, waarin zich al zijn tederheidsvermogens verzamelden. Zijn liefde voor Siske, het zwart glad Siske met zijn krulstaartje, dat nu de gewone en trouwe gezel van zijn ellendig leven geworden was. Het sprak, het vezelde ertegen. Het was hem als een jonger broertje dat onder zijn bescherming stond. Siske had kou, het moest verwarmd worden. Siske had honger, het zou te eten krijgen. Siske had vaak, hij zou het slapen leggen. En sussend en kussend streelde en wiegde Julke het hondje, totdat het contrast met zijn eigen lot al te vlijmend wordend het in stille tranen smolt. Die toestand in het huisgezin kon echter zo niet blijven duren. Aan alles, tot in de geringste dingen, voelde men gestadig dat de spanning tot het toppunt was gestegen, dat er een verandering, een einde moest aankomen. Sinds een paar dagen was vrouw Kloet gans zonderling, gans anders als naar gewoonte. Zij had ook schier niet meer. Een bestendige koorts, stevens door drank en gejaagdheid veroorzaakt, deed haar kaaksbeenderen gloeien en, zonderlingst van al, sinds 2 dagen had ze Julke niet meer mishandeld, hem geen enkel hatend woord meer toegestuurd. Zelfs die avond had ze hem van rond 6 uur een goede warme tijl pap doen eten en hem daarna te slapen gelegd. De vader en de overige kinders waren nog niet thuis. Vrouw Kloet, alleen in haar keuken, ging naar de eetkast, haalde er vlug een verborgen fles uit tevoorschijn, ontkurkte die en dronk. Een wijl bleef ze bewegingloos en als het ware duizelig in het midden van de keuken staan en langzaam dan, zeer stil en langzaam, trok ze naar de voordeur, waarvan ze de grendel toeschoof. Enige stonden gewacht, nog eens even geluisterd, nog eens aan de hals van de fles gedronken, dezelfde terug weggezet en zacht, op haar kousen stak zij de deur van het nachtvertrekje open. Dit was een zeer klein kamertje, nog lager gebalkt, nog somberder en akeliger van uitzicht dan het keukentje. Er was maar 1 klein venstertje, langs buiten toegeblind. 3 bedden, laag en breed, maar kort, vervulden bijna heel het ruim en op de onderste treden van de korte, steile trap die naar de zolder klom, stond een klein, half ingedraaid nachtlampje, welks flauwe, van beneden komende klaarte al die droevige dingen beschermde. Vrouw Kloet nam het lichtje in de hand en hief het naar omhoog. Zich met de linkerhand aan de trap vasthoudend, boog zij het lichaam sterk voorover. De vale klaarte verlichtte tevens haar ontstelde wezenstrekken en, in het naaste bed, het uitgemergeld, ingesluimerd aangezichtje van Julke. Ze zette het lampje hoger op de tree en kwam 2 stappen nader. Thans stond zij een smal gangetje tussen de 2 eerste bedden. Opnieuw bleef ze een wijl luisteren, roerloos, bleek, met blinkende kaaksbeenderen en vergrote ogen. Alles was stil. Alles was eenzaam en schielijk. Zich half omkerend keek ze naar de kleine. Hij sliep steeds voort. Het bleek, ontvleesde hoofdje zijdelings met een gelijk en flauw, ternauwernood verneembaar zuchtje door zijn witte lipjes. De handjes lagen boven de deken en heel het lijfje was zo mager dat het nauwelijks in het midden van het brede bed een kleine hoogte vormde. Langzaam, met de handen achter de rug en het oog al starrig op de knaap gevestigd, had vrouw Kloet het deksel van het 2e bed tot zich getrokken. Ze hief het omhoog en spreidde het zachtjes, met eindeloze voorzorgen en als om de kleine warmer in te dekken boven dit, welk reeds zijn tenger lichaamtje bedekte, uit. Ze hield de adem op. Haar aangezicht was nog verbleekt, enkel de kaaksbeenderen en de ogen blonken met een ongewone, schier vervaarlijke glans. Aan de handjes gekomen, hief zij de sarge weer hoger, keek nogmaals om, kwam een laatste stap nader, en eensklaps pijlsnel viel de deken boven het hoofdje en zij boven de deken. Nee, ze had niet met voorbedachte raden een kindermoord beraamd, maar die onverjaagbare gedachte dat Julke ziek en flauw was, dat een tikje, een niets, hem zonder pijn nog worsteling zou doen verdwijnen en dat ze dan toch rust zou hebben, had haar dagen en nachten gehanteerd en werktuigelijk zonder vroeging nog gedachten, zonder bijna te weten wat ze deed, was zij te werk gegaan, had ze eens geprobeerd. Maar op dat ogenblik, toen zij in al haar verwachtingen bedrogen, schielijk onder de dekking het half versmachte knaapje met ongewone kracht welke de strijd om het leven geeft, voelde spartelen, sprong ze verwilderd op en liet, met een kreet van afschuw, de sergeant los. Verbaasd, alleen aan de adem wat bevangen en niet begrijpend wat er gebeurde, had Julke het deksel weggeworpen en staarde zijn moeder aan. En eerst na ettelijke stonden kreeg het als het ware een onduidelijke gissing van het gevaar dat hem bedreigd had. Zijn aangezichtje overtrok. Het rechte zich, kroop schreiend uit zijn bed en kwam, van langzaam meer verschrikt op de hielen zijner moeder, in de keuken. Siske, ontwaakt, sprong onmiddellijk op hem toe en kroop in zijn armen.
Vrouw Kloets, nochtans, was machteloos op een stoel ineengezonken en aanstaarde nu hijgend met vlammende ogen de kleine. Een klimmende en onberedeneerde woede woelde in haar hart. Blijkbaar worstelde zij wanhopig tegen de zwakheid die haar overviel en eensklaps door de behoefte van iets te verdelgen overweldigd, stond ze recht, sprong als een tijgerin op Sjoelke, rukte hem het hondje uit de armen, sloeg dit vloekend met de kop op de muur, liet het vallen en overstampte het op de vloer onder haar voeten. Zinneloos van smart en schrik, met een kreet waarvan niets de wanhoop wedergeven kan, was Sjoelke toegesneld en had het zijn huilend lievelingetje in de armen terug opgevat. Zijn getier, zijn gebaren, de uitdrukking van zijn gelaatje waren zo vervaarlijk dat de ontaarde moeder zelf als bang achteruit week. O, mijn Siske, o, gere toch, mijn arm Siske, mijn Siske, mijn Siske, kermde het. Tranen rolden overvloedig langs zijn wangen, gesnikte zuchten verdrongen zich en verkropten in zijn keel, als waren zijn mondje te klein geweest om ze alle te uiten. Het was midden de vloer op de knieën gevallen met nog steeds huilend, bloedend, stervend hondje in zijn armen. En het krinkelde zich, het lei zijn hoofdje op de vloer, het strekte de armpjes uit, het overkuste, overstreelde, overweende in een uitbarsting van onbeschrijfelijke wanhoop zijn ellendig makkertje, gestadig met schier onmenselijke stem herhalend: O, mijn Siske, o, gere toch, mijn arm Siske. Kloet, de andere kinders, kwamen binnen. Een nieuw gehuil van smart steeg op toen deze laatste het hondje zagen en Kloet, zelf verontwaardigd, scheen op het punt op zijn vrouw te springen. Somber en hijgend, met brandende kaaksbeenderen en zwarte ogen, was deze in de verste hoek der keuken achteruit gedeinsd. Siske, een weinig gerust, werd in zijn mandje neergelegd. Een zijner pootjes was gebroken, het bloedde uit zijn muiltje en zijn buikje was hier onmiddellijk beginnen zwellen. Het huilde niet meer, het kermde nog in stilte, met uitgedoogde oogjes en lange rillingen over de huid, gelijk een mens. Het leefde nog 3 dagen, gedurende de welke Sjoelke hem geen ogenblik verliet. En toen vrouw Kloets de 4e morgen ontwaakte, vond zij in het keukentje, nevens zijn haard, Siske dood en Sjoelke in bezwijming naast elkaar liggen. Siske werd in de mestput geworpen, Sjoelke in zijn bed gedragen. En zonderling toeval. Als men het kleintje ontkleed had, bemerkte men dat het met een dik, gezwollen buikje lag, juist als hadden hem Siske bij het sterven zijn kwaal overgezet. Enige dagen verliepen, Sjoelke beterde niet. Een hevige koorts had hem aangetast en een groot deel van de tijd raasde en doolde het. De dokter, de kosteloze armendokter, werd geroepen. Rust en voedsel, beval hij, veel voedsel, bouillon, wijn, eieren. Hij sprak alsof die dingen maar te nemen waren. Ook de pastoor kwam af. Het knaapje had een flesje medicijnen gekregen en was een weinig verbeterd. De pastoor gaf hem een zandje en sprak hem van de hemel. Zal ik daar mijn Siske zien? Vroeg eensklaps Sjoelke. En toen de herder met de zin van Sknaapjes vraag bekendgemaakt hem zei dat de hemel niet voor honden, maar voor engeltjes geschapen was, keerde het zich als moede naar de muur om en deed zijn oogjes toe. Op Spriesters bevel nochtans werd Zulmatje, Kloets jongste meisje, gelast met Sjoelke gezelschap te houden en zorg van hem te nemen. Het was een tamelijk braaf meisje, zachter van aard dan Kloets andere kinderen. En weldra waren zij en Sjoelke goede vrienden. Sinds Knaapjes ziekte overigens en vooral sinds de pastoor, die de echtgenoten tot verzoening wilde brengen, daar bijna dagelijks kwam, scheen er meer vrede, meer overeenkomst in het huisgezin te heersen. Sjoelke, in het brede bed, lag met de oogjes open. Het meisje aan zijn sponde breide. Zulmatje, hou eens op van breien. Het meisje staakte. Wat heeft meneer de pastoor nu gezegd, Zulmatje? Hij heeft gezegd dat hij wel hoopt dat gij genezen zult, en als gij sterft, dat gij zult in de hemel zijn. Heeft hij van Siske niet gesproken? Nee. En een stilte heerste. Het kind, strak naar de balken kijkend, scheen op iets te peinzen, en na een ogenblik: Zulmatje, doe eens deksel weg. Het meisje gehoorzaamde, en staroogend dan bekeek Sjoelke zijn uitgemergeld lichaam. Aan de armpjes, aan de beentjes, was geen ziertje vlees meer. Men kon de ribben tellen. De gewrichtsverbindingen geleken aan knokkels en builen en alleen de buik bleef rond en dik, van dag tot dag meer opgezwollen. Als dan tot zijn halstarrige gedachten terugkerend, sprak Sjoelke: Zulmatje, mijn buik is gezwollen gelijk die van Siske, maar Siske is gestorven omdat het bloedde. Als ik ook begin te bloeden, zal ik sterven, en dan zal ik Siske in de hemel wederzien. Andermalen namen zijn gedachten een verschillende wending. Zulmatje, ik zou vader willen zien. Ja, Sjoelke, maar vader is niet thuis. Ze bedoelde Kloet, sinds een paar weken in de aarde werken. Doch het kleintje schudde het hoofd. Uw vader is de mijne niet, Sjoelmatje.
Mijn vader woont in deze straat en is wel thuis, maar hij mag hier niet komen. En dan zwegen ze, alle twee, in hun schuldeloosheid overdenkend hoe het kwam dat ze een gelijke moeder en verschillende vaders hadden. De nacht was vroeg gevallen. Het had ganse nacht gesneeuwd en van voor 5 uur waren in het dorp de straatlantaarnen aangestoken. Vrouw Kloet was gans alleen in haar keuken. De kinderen hadden vroege avondmaal en waren slapen. Zelfs Julke, die de ganse dag gewoeld had, was met de avond stilgevallen en sluimerde nu ook. Zij was nog zo even daar gaan zien. Vrouw Kloet in haar keuken maakte het avondmaal van haar man klaar. Heren, juist waren de aardewerken aan het sas van Lauwegem voltooid en kwam hij thuis. Haar maal zou lekker zijn. Vers gekookte aardappelen met zwijnenvlees, zijn lievelingsgerecht. Het was de pastoor die haar aldus had aangeraden. Hij had met Kloet gesproken en deze, alhoewel weinig tot verzoening gestemd, had niet bepaald alle gedachten van toenadering van de hand gewezen. Hij was nu ongeveer 3 maanden weg. Die avond ter terugkomst was een goed gekozen ogenblik. Ze kwam tot bij de haard en hief gebogen de schijf van de zooi in de ketel op. Met een kort ijzeren vork stekte ze er 2, 3 maal in om te zien of de aardappelen nog niet van pas gekookt waren. En weer rechtstaande wendde zij luisterend het hoofd om naar de ingangdeur. Een dof gejoel, met een getrappel van voeten in de sneeuw vermengd, greep daarvoor de drempel plaats en eensklaps, terwijl ze naar de deur ging om deze te openen, weer klonk een fijn, slepend gezang van kinderstemmen. Het is vanavond drie koningenavond en het is morgen drie koningendag. Verwonderd bleef zij stilstaan. Het was inderdaad drie koningenavond. En terstond herinnerde zich een dergelijke avond 6 jaar geleden, als Kloet, pas uit het gevang gekomen, haar schier vermoord had. Thans zou het zo niet gaan. Dat lied klonk nu wel meer als een zang van verzoening, van verlossing in haar oren. Ze luisterde het, tot het einde toe glimlachend af, en dan, haar deur opentrekkend, reikte zij aan een der zangertjes, een schoon 12-jarig meisje met diepe zwarte ogen, een cent toe. Ze kwam terug in haar keuken, maar op het ogenblik nog eens het deksel van de ketel op te heffen, kwam het haar voor als hoorde ze een flauw, een zonderling gerucht in het nachtvertrekje. Had het gezongen liedje wellicht een van de kinderen ontwaakt? Het was beter niet, want zij hoefde met vader alleen te zijn. En stil, op haar kousen, stak zij het deurtje open. Toch nee, alles was rustig, daar. Jan en Pol lagen te ronken, Marie en Zulma sliepen met haar aangezichtje naast elkaar en eenzaam in zijn breed en lage bed lag Julke, die de ganse dag gewoeld had, steeds kalm en onbeweegbaar. Vrouw Kloet draaide het nauw brandende lampje nog wat dieper in, week achteruit en stak het deurtje toe. Ze was nauwelijks in de keuken terug of een nieuw gejoel greep aan de voordeur plaats en hetzelfde fijn, slepend gezang weergalmde. Het is vanavond drie koningenavond, het is morgen drie koningendag. En nogmaals bleef ze als begoocheld luisteren en gaf na het einde van het liedje een cent. Thans waren de aardappelen klaar. Ze nam de ketel van boven de haard weg en ging er in het achterhuis het sap afgieten. In het keukentje teruggekeerd, hing ze hem nog een wijle boven het vuur en hield er het oog op gevestigd. En terwijl ze daar stond, wendde zij nog eens en met een soort van angst het hoofd naar het slaapkamertje om. Had ze daar opnieuw geen zonderlucht gerucht weer klonken? Waren de kinderen bepaald wakker? Ze nam voorgoed een ketel van het vuur, plaatste die op de hete as en ging terug in het kamertje. Ze nam het lampje in de hand, draaide het wiekje op en kwam vooruit tussen de bedden. Ze keek naar Jan en Pol. Zij sliepen. Ze keek naar Zulma en Marie. Zij sliepen ook. Dan wendde ze zich tot het kleintje om. Vrouw Kloet, gebogen kijkend, kwam nader met haar lampje. Slaapt ge? Vroeg ze stil en als het ware onvrijwillig. En vlug aan een zonderlinge ingeving gehoorzamend, vatte ze een van de handjes vast. Verbaasd, verschrikt, wipte ze achteruit. En eensklaps, terugkomend, lei ze haar hand op het voorhoofdje. Haar ogen gingen wijd open, een doodse bleekheid overdekte haar gelaat en een enkel in haar keel verkroppend woord ontsnapte haar. Dood. Ze had de tijd niet aan haar gevoelens lucht te geven. Iemand had op de voordeur geklopt en toen ze die geopend had, stond Kloet voor haar. Hij is dood, herhaalde zij werktuiglijk terwijl haar man binnenstapte. Kloet, onthutst, aanstaarde haar. Wie dood? Vroeg hij eindelijk en als het ware met weerzin. Sprakeloos, haar ogen in de zijne, wees ze met de hand naar het kamertje. Kloet, beweegloos, volgde met de blik de aangeduide richting. En na een ogenblik somber nadenken, gedurende hetwelk het besef van de gebeurtenis in zijn geest van brute nederdaalde, zette hij zijn spade in de hoek van het schutsel en keek schuin, met begeerige ogen naar de dampende aardappels. Zijn vrouw, verbaasd bij zulke diepe onverschilligheid, staarde hem wachtend aan.
Maar ziende dat hij naar de haard ging om zichzelf van eten te bedienen, haastte zich naar voren en diste hem zijn maal op. Er heerste een lange stilte. Knut had zich aan de tafel neergezet en was beginnen eten. Het oog in zijn bord gevestigd als hij onverpoosd, met volle mond, gelijk een uitgehongerd dier. Hij scheen de tegenwoordigheid zijn vrouw zelfs niet op te merken. Hij ademde krachtig en dapper door de neusgaten en telken male hij iets nodig had, wat roggebrood, een mes, een lepel saus, keek hij herhaaldelijk en schuins naar de verlangde voorwerpen vooraleer die te nemen. Zijn vrouw, beweegloos, stond aan de overzijde van de tafel recht. Jij, de eerste, zult hem het woord toesturen en u niet laten ontmoedigen indien hij uw poging tot verzoening niet dadelijk beantwoordt, had de pastoor haar bevolen. En angstig, tevens met de gedachte van het dode kind en de begeerte tot verzoening bezig, wachtte zij naar een gunstig ogenblik om het gesprek heraan te knopen. Doch dit ogenblik kwam niet, en door haar gevoelens overweldigd kon zij niet langer het stilzwijgen uitstaan. Het zal moeten afgelegd worden, nietwaar? Vroeg ze schuchter met de hand naar het slaapvertrek wijzend. Hij mompelde iets dat ze niet kon verstaan en maakte, zonder het eten te staken, een beweging met de schouders alsof het hem niet aanging. Onthutst, verschrikt, zonder haar vraag te durven herhalen, staarde ze hem aan, en na een ogenblik in haar vrees van hem mishaagd te hebben aan het gesprek een andere wending gevend. Meneer Pastoor is hier gisteren geweest, sprak zij, en heeft gezegd dat hij u kan bezigen in zijn tuin, nu, met het einde van de maand, indien ge elders niet verhuurd zijt. Opnieuw knikte hij met het hoofd en stamelde iets binnensmonds, steeds etend en een blik in zijn tijl gevestigd houdend. En in de drukkende stilte, welke weerom heerste, hoorde men voor de derde maal een dof gemurmel aan de voordeur, zodra gevolgd van slepend, steeds herhaalde liedje: Het is vanavond drie koningenavond en het is morgen drie koningendag. Nog hij, nog zij keken niet op, spraken geen woord. Alleenlijk, Knut, steeds etend, loerde sinds enige stonden rechts en links over de tafel, alsof hij naar iets zocht, en schielijk zelf de stilte brekend vroeg hij, toch zonder het oog op haar te slaan: Hebt u geen bier? Ze had er. Een volle kruik stond in de eetkast, die ze in haar ontzetting vergeten had op te dissen. Ze haalde die tevoorschijn en schonk er hem een volle pint uit. Verkropt door zijn droog eten ledigde hij die in één adem. Hij had gedaan met eten, hij stond recht. Gaat ge slapen? Vroeg ze dof. Hij knikte met het hoofd en stak de deur van het nachtvertrekje open. Ze draaide het lampje in de keuken uit en volgde hem. Zeg, moeten we hem toch niet afleggen? Dus mij om het even, antwoordde hij ruw. Stom volgde zij hem voortdurend op. Sinds hij van zijn vrouw gescheiden leefde, sliep hij op de zolder. En zonder één blik voor het dode kind dat daaronder lag, had hij het lampje in de hand genomen en was reeds langs de steile trap. Werktuigelijk, zonder nog een woord te durven spreken, maar het oog doorheen de sporten op het lijk gevestigd, volgde ze hem altijd op. Het bed stond daar omhoog, onder de pannen, en vooraleer hij de tijd had haar te vragen wat zij er kwam doen en mogelijk haar heen te zenden, zette ze zich vastberaden op de sponde neer en zei, hem strak aanschouwend: Meneer Pastoor heeft het mij al dus bevolen. Hij zei geen woord, maar zag haar aan en een zonderlinge vlam schoot uit zijn grijze ogen. Krachtig ademend deed hij zijn kleren uit en toen hij in zijn hemd stond, boog hij neer en nam de nachtpot van onder het bed. Groot en struis, tevens gebogen en vierkant van schouders en het hemd boven de brede rugbladeren door twee ronde, zwartachtige zweetvlekken bezoedeld, keerde hij haar de rug toe. Haar japon viel neer. Ze kroop onder de grauwe sargin en toen hij na enige stonden beweegloos het nederboog en de nachtpot terug onder het bed schoof, blies zij het lampje uit. Alles werd pikdonker. Knut, al tastend, kroop in het bed en voor de eerste maal sedert 6 jaren sliep hij met zijn vrouw.